Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we weer caven. En ik wil even lekker caven. Ik ga een aantal episodes caven, want vorige keer was het part 1 en nu is het part 2 dan. Logisch. En ik vroeg de vorige keer of jullie in de reactie wilden zetten waar ik het over zou kunnen hebben. Dat kunnen jullie nog steeds doen, dat kan ik altijd gebruiken. En ik dacht bij mijn eigen, weet je wat, zou ik vandaag maar de Q&A antwoorden erbij gaan doen. Jawel, want dat moet ik ook nog gaan doen. En dan kan ik daar wel moeilijk een nieuwe video en zo over maken. Maar dan kan ik net zo goed dan gewoon tijdens het caven doen. Dan hebben jullie iets wat jullie minder leuk vinden. Heel veel mensen vinden caven wel trouwens wel leuk. Maar dan hebben jullie ook meteen de antwoorden van de Q&A. Dus dat ga ik erbij doen. Heel simpel. En de eerste vraag is van Bart Simpson. Wow! Oh mijn god, ik hou ervan. Ik hou van cave, echt. Zulke rare dingen dat je kan gebeuren. Hè. Ik geef gewoon wat gewoon fucking gold weg. En dan denk ik een dikke diamonds. Bam! Oh, dit is echt nice. Chill! 7 diamonds erbij, bam. Als een baas. Nou ja, verder. De eerste. Wow. Frame drop. De eerste vraag was van Bart Simpson. Serieus, dat is echt een YouTube-account, kanaalnaam. Wow, what the fuck is er met mijn lag aan de hand? Ik snap niet, want de vorige keer had ik dat ook al. En hier, ik ben gewoon. Ik snap niet wat er aan de hand is. Misschien moet ik prioriteit eens een keer instellen van mijn games. En dan kan ik. Wow! What the fuck? Ik ga daar niet heen. Lekker, zo erg lekker bij lava. Wat is dit? Wat is dit, dames en heren? Ik weet absoluut niet wat er aan de hand is. Echt niet. En de render distance heb ik laag staan. Ja. Nou, zou ik deze maar doen? Max FPS, misschien werkt dat. Ik snap er helemaal niks van. Wat de fuck is er nou aan de hand? Wacht, ik ben zo bij jullie terug. Ik ga even prioriteiten hoog instellen. En dan tot zo. En daar ben ik weer. En ik heb mijn prioriteiten ingesteld op hoog. Dit kan via je taakbeheer, kan je dingen instellen als prioriteit, zeg maar. Degene die jou eigenlijk het best wil laten werken. En dan heb ik nu Minecraft gedaan, dus vandaar. Ik ben nog steeds aan het recorden, yep. Dus de eerste vraag nog steeds. Slecht, jongens. Het is vandaag een beetje kutdag, maar recorden voor YouTube maakt. What the fuck? Recorden voor YouTube maakt altijd alles weer goed. Dus dat maakt niet uit. Hoe oud ben je? Dat was de eerste vraag. En ik ben 16 jaar. Ik ben 16 jaar oud. En eigenlijk bijna 17. Wow, nog meer diamonds. Nice. En eigenlijk alweer bijna 17 of zo, man. Wow. In de maart word ik alweer 17 jaar. Jezus. Om dan te bedenken dat ik 17 jaar geleden nog 1 was. Of 16 jaar geleden. Nog in de baarmoeder zat. Dat is raar, hè? Het gaat allemaal zo raar, weet je. Ja, ik kan niet echt veel vertellen over die vraag. Ja, dat denk ik dat ik 16 ben dan. Ja, en het onzin wat ik net zei, maar ja. Jezus, ik snap niet waarom dat ik zo lag, hoor. Ik snap er echt helemaal niks van, maar goed. Laat deze ook maar meenemen. En die ene. Oh, dus is er meer dan één? Het zijn er meer dan één. Het is nooit één. Het zijn er meer. Mooi. Ja, er is nooit één. Dan bedoel ik dat er. Diamonds kunnen wel alleen zitten, zeg maar. Alleen, ik had een slechte spelling. Dat bedoelde ik ermee. Dood. Ik zie een bad manje. En die is zo kleintje ook niet. Yeah! Ga dood, ga nog een keer dood. Goed zo. Hoe kan je nog een keer dood gaan? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat was niet de volgende vraag. De volgende vraag is: waarom heet je GamesXL? En waarom zijn jullie ermee begonnen? Jullie? Dat maakt niet uit. Ik heb dit kanaal is gewoon van mijn eigen. Ik ben niet met iemand het kanaal aan het runnen. Ik run alleen het kanaal. What the fuck is er aan de hand, mensen? Mensen, ik moet denk ik gewoon even wat video's gaan verwijderen, want mijn geheugen zit volgens mij veel te vol.
Jezus Christ, ik ja, dit slaat nergens op. Tot zo, alweer. Jezus, het slaat echt helemaal nergens op. En hallo mensen, en daar ben ik weer. En ik hoop dat nu gewoon mijn computer wel goed doet. En anders ga ik hem echt reetje als de hel. Ik weet echt niet. Ik weet niet wat er aan de hand is de laatste tijd met mijn computer. Maar ja, ik snap er echt gewoon geen fuck van. Ik zou nog wat programma's uitzetten. Maar ja. Ja, hij zou het gewoon moeten doen eigenlijk, maar goed. Dus, waarom heet ik GamesXL? Nou, ik heet GamesXL omdat ik dacht, ik vind dat een mooie naam. Ik had echt zoiets van, ik wil deze naam. Jezus, waarom lek ik zoals de tyfus, tering, pleurs? Ik snap er niks van, maar goed. Waarom heet ik GamesXL? Dat was de vraag. Ik ben weer terug. Ja, ik blijf laggen en ik snap niet hoe dit kan. Ik snap er echt niks van. Ik snap er echt helemaal niks van. En ik ja, en zat net iemand in de reactie, zat net te lezen dat hij zei van, ja, je moet niet zo vaak in je dingen zitten, in mijn instellingen, maar ik kan er niks aan doen. Het is toch beter dat ik eventjes in de instellingen zit om te fixen, dan dat die hele fucking debug profile on server text is off. Omdat het alles zit te laggen als de piep. Ik vind het echt gewoon. En welkom terug. En als die nu nog gaat laggen, ja, ik kan er niks meer aan doen. Ik snap het niet, want als ik niet record, ik heb gewoon 120 frames per seconde als ik niet record. Dus ik snap echt niet wat er aan de hand is. Maar het zal wel. Oh, nog meer diamonds, gast. Ik vind hier wel echt veel diamonds. Dat is wel echt chill. Maar ja, dat lag, dat ja. Ja, ik kan er weinig aan veranderen. Het spijt me. Ik vind het zelf ook irritant, maar ja. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Als ik zou weten waar het aan zou liggen, dan kan ik het stopzetten. Of kan ik hem verwijderen waar mijn lag probleem, maar ik weet niet. Ik weet echt niet. Maar goed. Nog steeds de vraag. Waarom ik GamesXL heet. Flik nou eens op, man. Kut skeleton. Ik was naar die fucking bad mineshaft toe aan het gaan. Waarom heet ik GamesXL? Nou, ik dacht, ik vind het gewoon een mooie naam. Ik vind het gewoon een leuke naam. GamesXL natuurlijk omdat het een gamekanaal is. XL staat voor eigenlijk, dacht ik, voor omdat ik veel verschillende soorten games wil gaan spelen. Ik ben nu niet echt zo heel veel verschillende soorten, maar wel wat. Als ik nu weer eraf word geschoten, dan ja, weet ik het ook niet meer. Mooi. Oh ja, tuurlijk zat gewoon Spider op mij te wachten. Dood jij. Goed zo. Ja, ik vind het een naam. Ik had eigenlijk gehoopt dat het een naam zou zijn die mensen ja, zouden onthouden. Dat er niet zo makkelijk te vergeten was. Die lekker bleef hangen, weet je wel. En ja, ik vind dat is. Ik vind dat het een lekkere, leuke naam is. Waarom dat we zijn begonnen? Ja, ik keek naar Spooky 611. Dagelijks AD, dus David Games en zo. En ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil ook mensen vermaken met mijn video's. Met dingen die ik speel. Ik wil jullie daarmee vermaken. Daarbij kan niet, daarmee vermaken. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. En toen heb ik deze computer gekocht. Mijn laptop. Ik zit nog steeds op mijn laptop. En die laptop, ja, die wordt dus steeds slechter, jammer genoeg. Maar goed. En toen heb ik een headset van spaar gekregen. Want daar was ik nog even voor aan het sparen. Want ik zei, ik wil dat graag doen. Dus ik ga sparen voor een headset. Toen heeft spaar gezegd, ja, dat moet je doen. En toen ging ik een keer naar de mediamarkt voor iets. En toen zei ze pap van, ja, en wat voor headset zou je dan willen? Toen zei ik wel, ja, dan moet ik niet even kijken. Toen zag ik deze headset liggen. Het was niet al te duur, want ja, ik moest zelf ook natuurlijk op het geld letten. Want ja, ik heb ook niet al het geld van de wereld. En toen zei ik van, ja, ik zou deze zou kopen, denk ik. Want dan moet ik eerst nog even sparen. En dan koop ik deze, is niet echt al te duur. Kan ook op mijn PlayStation, dat is heel mooi. En toen zei hij, ja, dat zou best eens kunnen. En ja, dan wordt sparen, zei hij.
En toen, ja, ik denk een paar dagen later, toen kwam ik thuis van school. Of, ik weet niet meer, ik kwam thuis. Ik moest toen plots verhuizen, weet je wel. Subs die al iets langer mij volgen, die snappen dit. De ander niet, spijt me. Maar ik heb geen zin om dat nu weer uit te leggen. toen kwam ik thuis en toen zei hij van, ja, het is voor jou. Het is een cadeautje ingepakt. Ik zei, oh, voor mij, hoezo? Ja, gewoon pak maar uit, gewoon een keer zoiets. En toen lag de headset in de verpakking. Dat was een cadeautje. En toen was ik echt natuurlijk enorm blij dat ik meteen een headset had van de spaar gekregen. En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. Gewoon door mensen die ik volgde op YouTube van... Dacht ik van, ja, dit wil ik ook, weet je. Dit vind ik leuk. Ik wilde ook mensen vermaken met mijn video's. En toen ben ik dat gaan doen. En nu heb ik alweer bijna 200 subs, waar ik echt enorm blij mee ben. En ja. That's it. Maar nogmaals, ik doe het kanaal wel in mijn eentje. Want hij vroeg, waarom zijn jullie ermee begonnen? Kijk, dat kan. Je kan gewoon fout maken. Maakt allemaal niet uit. Maar ik wil wel even zeggen dat ik alleen mijn kanaal doe. Dat er eigenlijk niemand is die mee uploadt. Ik upload zeg maar alles. Ik doe af en toe wel eens video's met mensen natuurlijk. Meestal zijn dat, ja, heel vaak zijn het gewoon goede maten van mij. Ik wil er 16. Dat is precies een stack, dus dat is mooi. Oh, ik heb al echt heel veel kool. Dat is niet normaal, man. En ja, zo ben ik dus begonnen. Ja, de volgende vraag. Nee, wacht, ik ga nog even gewoon doorgeven. En dan zie ik het daar wel. Ik weet niet hoe lang dit video gaat duren, want ik moet straks ook nog weg en ik kan hem nog uploaden voor ik wegga. Dus vandaag. Zou ik kool nog wel meenemen? Mensen, ik heb al heel veel kool, dus. En thuis heb ik, in Minecraft huis zeg maar, heb ik ook nog heel veel kool liggen, dus. Nee, ik ga het kool niet meer meenemen. Haha. Ik denk dat ik daar nog één vraag doe. En dat ik dan ga. Maar ja, dat denk ik. Ik zat al vast de vraag te lezen. De vraag is. Wat is je hardste faal ooit in Minecraft? Mijn hardste faal ooit in Minecraft. Oeh, die is goed. Ik zit echt even te ik weet het echt niet. Ik denk dat dat laatst was toen ik dat ene huisje ging maken. Dat toen die creeper binnenkwam, dat toen het hele huis weer terug ontplofte. Ik denk dat dat een van mijn hardste faal is. Ja. Ja, ik denk die. Ik zou het eerlijk gezegd zo 1, 2, 3 niet weten. En ik lag weer een beetje. Ik denk dat jullie het wel merken. Het spijt me ervoor. Ja, ik denk... Ja. Ja, dat was volgens mij mijn hardste faal ooit. Dan doe ik nog eentje. Wanneer komt er een nieuwe Tacket? Nou, Tacket is uit. Het is verleden tijd, man. Tacket. Nee, even kijken. Tacket doen we niet meer. We doen voor het Feed the Beast. En dat doen we met Jesper, Arwin en, jawel, Steinyman. Steinyman blijft gewoon in, tuurlijk. Steinyman, ik bedoel, wat heeft hij gedaan? Dat hoorde niet. Het was per ongeluk. Dat begrijpen we nu allebei. Dus ja, het kan een keer gebeuren, weet je. Jammer. Dat is verleden tijd, we hebben het hem vergeven. Volgens mij is het toch allemaal goed. Dus hij doet nog steeds mee met Tacket. Of Tacket. God, nog niet zeg zelf Tacket. Lol. Nee, met Feed the Beast. En dan kom ik meteen bij de volgende vraag. Wanneer weer een nieuwe Feed the Beast? Dat weet ik niet. Wanneer wij tijd hebben en zin hebben om te recorden. En vooral het zin en de tijd. Dat gaat hem echt de kop kosten, denk ik. En waarom lijk ik nou weer? Wacht, ik ga eventjes stilstaan. Stop even recorden. Ja, en dan ben weer terug. Ik druk de record knopje in. En FPS meteen 70, 120. En toen bleef die stabiel op de 100. En nu heb ik weer 1 FPS of zo. Ja, het staat nergens op. Fucking kutfraps. Ja, ik denk dat dit het einde is. Ik snap niet waarom dat hij nou zo fucking gaat laggen. Ik snap er echt geen ene
van, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Ondanks dat hij slecht is, door alle lag. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ga het proberen te fixen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het spijt me van de lag. Geef de video een groen duimpje. Abonneer op mijn kanaal. En dan hoop ik tot de volgende keer. Jezus, die lag. Het is heel slecht. Nou ja, tot de volgende keer.